zijn op bezoek bij Jan Arends van PC Maatschappij. Hij heeft iets moois in zijn werkplaats liggen en wij hebben een gesprek met hem. Jan, trotse eigenaar van een nieuwe boot. Vertel eens even, wat heb je hier staan? Ja, dit is nu de derde Offerton Solo die ik uit Engeland heb laten komen. Nummer 6711. 622. Nederlands nummer. En dit is dus de nieuwste Offerton zoals die hier staat. Oké, jij laat altijd de rompen komen uit Engeland. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een PC-maatboot, want de romp is uit Engeland, maar de rest is voor jou. Ja, de rest is van Harken. De rest is van Harken, maar bedacht door PC-maatzeiling. De indeling, ik maak de indeling een beetje naar eigen hand, ja. Klopt. Goed, wat voor handigheidjes heb je in deze boot allemaal bedacht? Nou, we hebben zoals je ziet, de zwaardbediening hebben we anders gedaan. Standaard gaat het elastiek door de zwaardkast heen, wat ik erg lelijk vind. En ten tweede is het stukje elastiek wat je hebt, is dan maar een meter lang. We hebben dat nu anders gedaan, met een blok hier, een blok voor en het elastiek gaat weer naar beneden. Daardoor is de werking van het elastiek komt niet op zijn maximale belasting, dus het elastiek gaat langer mee en de werking is beter. En ik vind de lelijke gaten in de zwaardkast zijn er nu niet. Jan, overloop van jou. Ja. Dat is wel een heel speciaal dingetje. Ja, dat ziet er even wat anders uit. De Engelsen gebruiken allemaal die hele grote lijnen. Van hier naar hier, dwars door de boot heen, weer terug via een klem. Nou, veel te veel lijn door de boot. Ik heb er wat anders voor bedacht. Ik zet voor de overloop zet ik een blokje neer. Het lijntje gaat door de klem heen. Er zitten drie rolletjes op de overloopwagen. En dan gaat het eruit. Ik heb minimaal lijn heb ik nodig. En het werkt prima als ik hem hier loszet. Hup. En hij staat aan de andere kant, staat hij ook goed. Als die lijn staat, kan ik hem gewoon aantrekken. Klaar. Waarom heb je specifiek voor de Offerton romp gekozen? Nou, ten eerste vind ik gewoon, Offerton is een van de beste bouwers denk ik van Engeland. Maakt vele andere boten. Verder is de afwerking van een Offerton, nou, dat kan je gewoon zelf zien. Ja, dat ziet er gewoon spik en span uit. Ze hebben nu weer nieuw de zachtere vloer. Beter anti-slip. Ziet er gewoon super gelikt uit. Afwerking achter ook. Inzetstukje. Helemaal netjes. Doorlopende dekmal. Ziet er ook allemaal super gelikt uit. Dus daarvoor onder andere een Offerton. En het is natuurlijk een... de rompvorm is iets anders. De Offerton is ronder dan alle andere boten. Dus daarvoor... ik kies voor de wendbaarheid van een Offerton. Bijna alle nieuwe boten zijn tegenwoordig van epoxy. Ja. Wat zijn de voordelen van epoxy? En belangrijker, kan ik straks met mijn mooie houten boot nog wel meedoen? Ja, dat is geen enkel probleem. Houten solos zijn in principe vallen binnen dezelfde mate als de polyester of epoxyboten. Dus dat maakt niet uit. De vormen zijn dus nagenoeg gelijk. Eenheidsklasse. Het grote voordeel van een kunststofboot is dat je minder onderhoud hebt dan aan een houten boot. Maar voor de rest is het natuurlijk sowieso de houten boot heel erg goed. Zeker voor de mensen die met een lager budget toch willen zeilen. En dat kan natuurlijk heel goed met een houten solo. Dus competitief maakt het niet zoveel uit? Competitief maakt het niet uit. Ik denk als je nu een goede zeiler in een houten boot zet, dat die ook gewoon kan winnen. De soloklasse gaat het aankomend jaar meer doen aan het meten van de boten. Wat gaat er veranderen, Jan? Ja, we willen inderdaad proberen toch meer boten nogmaals gemeten te krijgen. En ook aanwijsbaar gemeten te hebben, zodat de losse onderdelen ook meetbaar zijn of zichtbaar zijn. We hebben bijvoorbeeld hier heb ik al op deze boot heb ik al een zwaardsticker gemaakt. Daar staat op welke boot het is. Wat de cruciale maten zijn voor het zwaard. En wat het zwaard weegt. Dus als we straks een boot willen wegen, dan kijken we gewoon naar het gewicht van het zwaard. We kijken naar het gewicht van de boot. We trekken die van elkaar af en we weten exact wat de boot weegt. En niet zoals we het voorheen deden. Nou, we houden een marge van 4 kilo. Dus daar gaan we sowieso vanaf. Deze sticker gaan we plakken op een romp. Gaan we plakken op de mast. Gaan we plakken op een giek. En wellicht zijn er nog meer items die daarvoor in aanmerking komen. We hebben, ik denk, zo'n 100 boten hier in Nederland. Ja. Hoe gaan we dat doen? Nou, we willen eigenlijk proberen om op gezette data, dus van tevoren afgesproken data, bijvoorbeeld hier in Giesbeek, dat er dan gewoon 20 boten heen komen. Het liefst dan een paar op vrijdag. Dat we op vrijdag
in de loods van Giesbeek allerlei dingen kunnen wegen, meten en voorzien van stickers. Dus we willen zo eigenlijk door het hele jaar heen, of volgens mij is het bestuursplan om over 2 jaar heen, alle boten te hebben voorzien van dit soort stickers. We kunnen de schaats op dit moment onderbinden, ja. Maar velen van ons zijn al bezig met het nieuwe seizoen. Ja. Wat gaat het nieuwe seizoen brengen? Nou, we hebben natuurlijk ten eerste al een vrij volle wedstrijdkalender staan nu. Veel IJsselmeer en Friesland, maar ook een hoop wedstrijden hier in Giesbeek natuurlijk. Giesbeek is dit jaar gegroeid tot de 40 boten. Ik hoop dat er nog een paar bij komen volgend jaar. Dus dat we hier gewoon gigantische wedstrijden kunnen voeren. Strijd kunnen voeren. En het is vooral gezellig in de soloklas. We hebben hier de woensdagavondwedstrijden gehad. Gigantische beker gewonnen. Bitterballen, drankje, alles erop en eraan. Super gezellig. Dus ook dat is de soloklasse.